onze koningin Maxima kwam zich hier vandaag op de hoogte stellen hoe de GGZ Noord-Holland-Noord aan het innoveren is, aan het kijken is van hoe kunnen we die patiëntenzorg nou nog beter maken dan dat we denken dat die is. En wat we in de GGZ nu doen is mensen bieden we een herstelondersteunende intake. Dat is niet meer het medische model van wat zijn uw klachten, nou dit is uw diagnose en dit is uw behandeling, succes. Maar we vragen uit van waar wilt u naartoe? Wat is uw verhaal? Wat zijn uw sterke kanten? Wat zijn uw kwetsbaarheden? Ook wat voor gezin kom je? Dat is wat we willen weten, zodat mensen zich in hun eigen kracht gezet voelen. Concrete voorbeelden vragen ze gewoon hè, van zo'n herstelondersteunende intake, leuk. Maar wat is dat dan anders? Hè? Is er een ander pad wat er dan bewandeld wordt als dat je een normale intake doet? Misschien is het wel leuk om te in één casus, maar in een soort casus. We hebben heel veel gedaan. We hebben verteld aan de koningin, majesteit, over onze integrale gezinsteams die we hebben. Samen met onze partner Parlam. En daarin behandelen wij kinderen, gezinnen, jongeren met multicomplexen, met veel problemen. Dus hebben of GGZ-problematiek in combinatie met verslaving of met opvoedhulp. En dat hebben wij samen in één team gebracht. En dat mochten we aan de koningin gaan vertellen. En het feit dat zij daar interesse en aandacht voor heeft als onze koningin, is natuurlijk wel heel bijzonder. En zij geeft daarmee ook aan hoe belangrijk het is wat wij doen met elkaar. En, dat het toch heel bijzonder is dat onze koningin de moeite heeft genomen om naar Schagen af te reizen op advies eigenlijk van Mind ook. Die heeft aan haar en haar adviseur gezegd van goh, als je nu wil zien hoe een organisatie, een GGZ-organisatie, echt vernieuwend kan zijn, dan moet je een keer naar GGZ Noord-Holland-Noord. En dat ze de moeite heeft genomen om dat met eigen ogen of eigen oren aan te gaan horen. En ze doet dat omdat ze echt interesse heeft in de GGZ. En je hoorde ook wel dat ze specifiek bezig is met jeugd en hoe kan je psychiatrische of psychologische problematiek voorkomen. Kunnen we niet dingen gaan doen zoals een soort opvoedcursus voor iedereen. Dus ze zit heel erg op dat preventie, stigma, herstel, om eigenlijk ook om erger te voorkomen weer. Dus de hele preventie- en jeugddeel, dat spreekt haar enorm aan. En ik denk dat ze aan het verzamelen is om uiteindelijk te gaan kijken van wat kan nu haar rol worden in dit verhaal. Majesteit, alsjeblieft.